Goedenavond allemaal. Ik word eerst van plan voor een keer in Roeselare rond te wandelen, een beetje van de kerstversiering te genieten en eventueel door iets op te nemen. Want wat ik hoorde is het toch al de best weer gedaan hier in Roeselare voor de sfeer een beetje gezellig te doen. Maar het is eigenlijk echt al een hele dag skit weer geweest, maar echt skit weer. Het heeft redelijk veel geregend. In de Westhoek heeft het nog veel meer geregend, blijkbaar. Het zijn daar de plaatselijke overstromingskus. Maar hier het is ook niet echt voor buiten te zijn. En het is kot. Echt kot, man. Allee, jou. Het vriest nog niet. Er moet misschien iets nieuws zijn. Maar het is echt kodde regen. Kodde regen. Heb je balkjes. En ja. Op etingdag heb ik juist de vulzaal binnen gezet en mijn polletjes zijn een beetje van aan het vriezen, nee, dus ik had moeten opwarmen. Ja. Maar over de rest, ja, er is niet veel gebeurd eigenlijk. Vandaag was de dag van de wetenschap, maar ja, ik ben niet naar de wetenschap geweest, maar we tussenbleven. En als ingenieur is dat eigenlijk een opdon en toch heb ik het gedaan. Ik weet niet, ik wil er echt geen wisting achter. Maar ja. Voor de rest. Weet je, we moeten zien wie dat de week heeft, de komende weken. Gaan we de piek zien van dingen. En kunnen we dan eindelijk weer naar beneden en een beetje ontstressen. We gaan het wel zien. Maar in elk geval, het is nog altijd redelijk heftig. Hè? Dus, ja. Of wat? Nu, ja, maar ik ben echt aan het pezen met wat ik gedaan heb. Niks, ja. Chilled. Om gewoon lekker eten, man. Dat betaalt ook voor iets. Dus ja, kijk, mensen, merci voor echt naar mijn heel oninteressante dingen te luisteren. En ja, eigenlijk kan ik nu mijn cent afsluiten. Ik weet niet, er zat nog iets in mijn hoofd. Het is ook wel bemoedigende berichten te horen. En als het Delta hier in Roeselare en regio verschillende ziekenhuizen zien ze al het aantal ziekenhuisopnames van corona netjes begin dan. Dat vrij bemoedigend is. En eigenlijk is het zo over Hans West-Vlaanderen. West-Vlaanderen was wel de eerste provincie die in de vierde golf de zwaar mee te maken had, dus misschien is die ook eerder uitgeraakt. Maar ja, kijk, ja, dat is bemoedigend. En het is te hopen dat die signaal meer en meer komt. Hè. En dan moet dan nog weer richting einde feestdagen of zo kunnen gaan. Wie weet. Ja, dat is het. Dus mensen, ja. Dus geniet nog van je andere zondag en we zien elkaar morgen. Salutjes.